De visiecommissie binnen de wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering wordt aangemerkt als een bevoegde autoriteit. Dit liet minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie gisteren weten in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van deze ontwerpwet. De bewindsman reageerde op vragen van leden van het parlement of de visiecommissie een dienstverlener is. Een bevoegde autoriteit is gedefinieerd als alle overheidsinstanties in Suriname die in hun wettelijke taakstelling de bestrijding van money laundering en of financiering van terrorisme hebben. In dit kader is de deviezencommissie gehouden om te voldoen aan de inlichtingenplicht aan FIU in gevolge het bepaalde in artikel 30 lid 1 van de WMTF indien zij bij de uitoefening van hun taken feiten ontdekken die duiden op money laundering of daarmee verband houdende aangewezen strafbare feiten, financiering van terrorisme of die een redelijk vermoeden daartoe doen ontstaan. De bewindsman ging verder ook in op de vraag wanneer de dienstverlener een cliëntenonderzoek moet instellen om vast te stellen of er aan money laundering wordt gedaan. Zo'n onderzoek zal moeten plaatsvinden als blijkt dat er incidentele transacties plaatsvinden tussen de 10.000 en 25.000 USD. FATF aanbeveling 10 verplicht dienstverleners tot het verrichten van een verscherpt cliëntenonderzoek bij het uitvoeren van een incidentele transactie van tenminste USD 15.000 of 15.000 euro. Conform FATF aanbeveling 10 is daarin niet inbegrepen het cliëntenonderzoek te doen verrichten indien er sprake is van een incidentele transactie van USD 15.000. Deze initiatiefwet heeft tot doel dat Suriname stappen zal ondernemen om geconstateerde tekortkomingen weg te werken.